toch niet? Nee. Maar morgen kan ik er zeker naar kijken, meneer Boma. In het slechtste geval ga ik dus uw remmen vernieuwen. Hm? Zeg, maar hebt je al dat met de spelers kunnen arrangeren? Ja, je weet, het is nogal een delicate zaak. Fantastisch. Je mocht erop rekenen, meneer Boma. Dank u, vriendelijk. Dag, meneer Boma. DDT, oké. DDT, zeer oké. Voilà. Zeg, ik heb ze laten draaien, die gewoon soldaatjes, hè. Aha. Hela. Met een ijzeren dingen, hè. Allee, discipline. Hè? Vuist. Een ijzeren vuist. Ze moeten me nu maar van verre zien of horen of... Ruiken. Hè? Herkennen. Oh. Of ze zijn al weg, hè. Maar ja, dat is goed voor de dingen, hè. Voor de discipline. Hè? Voor het gezag. Ja, jij bent toch ook trainer, hè? Kampioen. Jij weet dat je dingen moet hebben. Allee, gezag. Hè? Discipline. Ja, tussen de spelers. Anders is het revolutie. Zeg, Oscar. Ja. Oscar, ik heb u eten al 3 keren uit en ingeschopt. Je gaat er toch geen lolken van maken, hè? Ah, Lasse. Dat is discipline. Jij zou naar het leger moeten komen. Ja, jij zou daar carrière maken. Dat is echt. Ja, ja, ja. Zou jij nu beter naar huis gaan, soldaat? Hela, corporaal, hè? Hela. Sergeant, hè? Nou ja, streepje bijgekregen. Enfin, Oscar, je hebt het gehoord. Je kunt het koud opeten. Schalke begint niet, hè? Ik kan de mensen toch niet alleen in het café laten? Trouwens, Xavier zal toch niet lang blijven. Ik zal me wel even bijzetten, hè? Ja. Zeg, nee, serieus. Ik kan gerust mensen zien eten zonder zelf honger te krijgen. Allee. Alsjeblieft, zeg, hebben wij eigenlijk nog een privéleven? Wat wil je dat ik daaraan doe? Xavier, zou u niet naar huis gaan? Carmen zal ook wel op u zitten te wachten om te eten. Zeg, kampioen, jij zit hier eigenlijk met 2 gendarmen, hè? Zeg. Met mij zou dat geen verf pakken, hè? Pieke, zet de tv's van stiller. Hallo, Krukke? Carmen zou niet moeten proberen om mij de les te spellen, want... Ah, Carmen! Zeg, zet u mijn tv een keer wat stiller, want ik versta u niet. Zijn jij misschien ook naar die uitzending met die vogels aan het kijken? Och nee, dat zijn die rotbeesten van Xavier. Zeg, Pascal, hij had al 2 uur moeten thuis zijn en ik zit hier met mijn eten. Is hem soms bij u in de kantine? Nee, Carmen, nee, hier is hem niet. Maar ik ben er zeker van dat hem onderweg is. Ja. Het is niks, Carmen. Tot later, dag, Carmen. Zeg, ik ga dan door, hè. Zeg, sergeant. Nee, maar ik had ook mee voor u, Carmen, hè. Ja. Dat noemen ze dan strategie, hè. Zeg, Pascal, die soep is niet warm, hè. Je ziet toch dat ik bezig ben. Maar begint al maar, ik kom direct. Nee, ik vind dat niet geestig om altijd alleen te moeten eten. Je weet dat toch? Lieve schat, je waart er zelf mee akkoord dat ik na mijn uren aan die tv's zou werken, ja of aan nee? Aan die tv's werken, ja. Maar door uw matchen en uw trainingsjes blijft dat hier zich opstapelen, al die monsters. Hola, ho, ho, ho. Voilà. Ik heb het gemaakt. Ik heb de prijs uitgetrokken. Enfin, Doortje. Dat mocht je niet doen. Nee, Pico, allee, ik ben dat hier echt beu, hè. Wij eten nooit samen. Er ligt hier overal brol. Onderdelen. Als ik wil gaan slapen, dan moet ik hier overal die bakken kruipen om in mijn bed te geraken. Zeg,
kan ze toch moeilijk op mijn kop zetten, zeker? Maar daar gaat het allemaal niet over, Pico. Jij zet alles opzij voor je voetbal, voor je politiek. Maar voor zo'n leven heb ik nooit gekozen, hoor. Wat gaat jij eigenlijk doen als er een kind is? Wat blief? Een kind? Ja. Wie spreekt er nu over een kind? Ik! En jij toch ook voordat we getrouwd waren? Ik zou geen goede vader zijn. Oh, trouwens, ik heb daar geen tijd voor. Maak er dan tijd voor. En denk toch een keer een beetje aan mij, hè. Als je hysterisch begint te doen, ben ik weg, hè. Ik doe niet hysterisch! God. Wat gaat je nu doen? Frieten eten. Maar ik moet ze nog voor de tweede keer inleggen. Van de frituur. Pico. Kiekeboe. Dat is voor u omdat ik een beetje laat ben voor het eten. Hè? Een parkiet. En hij kan klappen, zegt de verkoper. Jij zei niet voor parkieten. Hè? 3 uur. 3 uur? Nee. 4 maanden is hem al. 3 uur te laat. Ja, ik heb moeten overwerken, Carmen, en als sergeant. Ik heb juist naar de kazerne gebeld. Ja? Ja. En ik heb naar sergeant Waterslagers gevraagd. Ah, ja. En weet je wat dat ze mij geantwoord hebben? Nee. Nee? Dat korporaal Waterslagers al meer dan 2 uur weg was. En dat de korporaal van zijn examen niks terechtgebracht heeft. Ja, dat zal wel. Mijn eigen sectie heeft mij in de aanvalsoefeningen tegengewerkt. Jawel, nee. Ik riep sluipen en ze kropen allemaal expres mijn gat naar omhoog. Nee. Ik heb mijn chance gehad. Je hebt er geen klop voor gedaan. Ja, dat ik heb is er weer geen klop voor meneer gedaan. Meneer houdt zich liever heel de dagen bezig met die nozelig voetbal. En als je er dan nog goed in waart, dan zou je zeggen, hè. Maar nee, ze zitten in de goal omdat je niet kunt voetballen. Ik ben een goede keeper. Maar geen sergeant, leugenaar. Ja, volgende keer. Dat komt geen volgende keer, maar dat weet je maar al te goed. Maar ik wil sergeant worden. Maar ja, het leger wil dat precies niet. Omdat ze bij u niks kunnen doen. Dikke buren, hè. Je begint dat precies te doen zoals een vogels. Maar wel, dat is geen slecht gedacht. Dan kun je vliegen. Kom, dat beest gaat een schrik van mensen pakken voor de rest van zijn leven. Dan kun je zelfs buiten vliegen. Maar vaak, Carmen, we hebben alle twee nog niets gegeten vandaag. Buiten. En dat kun je niet meer terugzien zonder sterren. Zal ze van een andere afpakken? Godverdomme. Zwijgt. Goedenavond, iedereen. Ah, wat is voor dit? Met pak friet. En Pico? Slechte punten gehad? Pascal, ik zou in alle rust en kalmte willen eten zonder het gezaag van vrouwen op mijn oren. Is het weer de vrouwen in schuld, ja? Excuseer me, maar om een duur is alles wat ik doe verkeerd. Breng iets, Pico. Het is van mij. Hè? Maar wel een pintje bieken. Dat ben ik niet van u gewoon, hè, Pico? Vergeet niet dat je morgen vroeg moet spelen, hè. Ik zal er staan, kampioen. Zeg maar gerust. Ja, maar. Staan is niet genoeg. De kapitein van de ploeg moet golen maken. Als jij voor mij supportert. Dat is een vrouw voor hem supportert. Dus dan nu? Is er geen ballet? Nee. Kom maar binnen. Xavier, heeft Carmen frietjes meegegeven? Als je een vark wilt, moet hem komen halen. Ja. Anders worden mijn frieten vuil van mijn handen. Kijk, Xavier, mag ik u inviteren? Kom. Hey, kampioen, heb je geen kaarsje voor ons hier op tafel? Want ik ben voor romantiek. Overal behalve thuis, zeker? Ja, er wordt hier over thuis niet meer gesproken. Ik wil in alle rust en kalmte eten. Ah, wat een dag, meneer Boma. Dat gaat weg!
Ja, dat is een standaard, dat heeft nooit gedaan, meneer Bouma. Dat is een reclamebord voor op filter. Ja, het is open. Ja, want omdat al die auto's hier de hele dag voorbij komen, hè. Voorbij de auto heb je geen tijd, zeker? Ah, maar morgen is zondag, hè. Ja, dan heb ik er een hele dag tijd voor, meneer Bouma. Zal best zijn. En zorg dat dat reclamebord een beetje proper is, want het is geen zicht. Dat gaat, ja. Borst. Ja, Pico. Met Oscar is dat ook zo. Die droomt van voetbal. Soms ligt hem in zijn bed golen te maken. Allee, dan heb jij niet te klagen. Ik heb mijn conditie altijd goed gesoigneerd. Ja, door te voetballen. Als kon, dan ging je slapen met een bal. Oh, moet dat nu direct, Pascalke? Ah, Oscar. Ja, dat is uw bestelling, denk ik. Ja, merci. Ja, gewoon zitten. Bieke, mag ik eens een vork, alsjeblieft? Een sloeper. Ik wou het wel over een voetbal om mijn bed te krijgen, hè? Jij hebt een perverse geest, waterslagers. En daarbij, ik zou hier in alle rust en kalmte willen eten. Waar heb ik dat nog voor? Nee, neem Chines, dan zijn we niet van u gewonnen, meneer Bouma. Ja, maar ik moet nog direct naar een receptie en ik heb geen tijd meer om te gaan souperen, heb ik een merci. Weet je wel, ja, dat bal, die kan me niemand buiten vliegen. Maar ja, er is niemand die hem wil. Ja. Dat is waar. De bal heeft een verhouding met zijn eigen. Maar hij verdient wel iets beter. Wat zijn we toch weer geestig, die waagkorporaalke. Hela. Het is nu sergeant, hè? Niks te sergeant, hè. Meneer is niet geslaagd in zijn examen. Je ziet, ik heb overal mijn relaties, hè. Ik ben verdomme wel sergeant. Ja. Morgen toon ik u mijn sterren. Strepen, korporaalke, strepen. Jij kunt ontploffen, jij. Zeg, wat was die een onnozel en DDT nu weer aan het aanvangen? Dimitri? Ja? Is hij op ons veld bezig? Nou, daar zie je. Maar wat een lef, zeg. Reclame maken op ons veld voor zijn oud-ijzer. Hij mag wat bij. Ah ja? Zeg, en hoeveel betaalt de club daarvoor? Niks. Maar ik regel dat wel, hè. Hij repareert eerst mijn auto. Daar hebben wij niks aan. De afspraak was, reclame moet betaald worden aan de clubkas. Ja. Maar door het geld dat ik bespaar om niks voor mijn auto te moeten betalen, kan ik in de clubkas van de kampioenen steken. Of verstaat je het nu weer niet misschien? Jawel. Pascal, tournees in herhaal. Ja. En geef ze nog allemaal een worst bij. Ja, verkopen doen ze toch niet. Met al dat gezever, nu is het maar niet te koud. Bieke kan dat toch... Xavier, let op uw woorden, hè. Nou wel, even in de microgolf steken. Wacht maar, ik moet toch weg. Zeg, voorzitter. Ja? Vergeet je niks? Wat? Wel, je moet nog betalen. Je zet het op mijn rekening, hè, Oscar. Ja. Ik regel dat wel. Ja. Daarbij, ik moet van u mijn eerste pint nog krijgen, jongen. Stukje schoolbeest. Kom, Pascal. Deze is er één voor mij. Voor iedereen hetzelfde? Ja, voor iedereen een dagschotel. Zeg, kampioen. Hoe bestaat er eigenlijk al op de rekening van een bal? Wow, dat valt nogal mee. 4000 frank. Oplief? Ja. Je bent daar veel te gemakkelijk in, kampioen. Ik zit tussen twee vuren, hè. Het is tenslotte onze huisbaas. Zeg, mannen. Ik heb Anderlecht Barcelona op de video. Kom aan, we gaan zien. Hela, niks van. Het is binnen 10 minuten buren op tv. Het is onze vrije avond en we sluiten. Kom aan, Mieke. Ja. Zeg, kampioen. Het is gedaan met ons te laten doen, hè. We gaan laten zien dat we mannen zijn. Maar echte mannen. Kom maar uit. Ik doe mee. Voilà. Hop. Schoon. Jo. Na zdrovnje. Dat zit hij weer. Kom, Carmen, kom. Ja, Pico, ik moet van u mijn eerste pint nog krijgen. Zeg, Xavier. We gaan er naartoe. Zeg, Xavier. Hey. Ben je alleen, hè? Hey. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen, kom vergeet de strijd,
Laat me niet alleen. DDT. Laat maar uit. Zie, ik ga niet naar huis. Carmen vermoord mij. Wat ga ik dan wel doen? Slapen. Slapen. Toch niet in de open lucht, zeker? Ik heb een idee. Een idee. Toch niet met een DDT, zeg. Ja. Je laat ons nooit binnen. Jawel, die is zo gastvrij. Kom, die laat altijd een venster open aan de zijkant. Kom. Pico, kom. Duw me eens op mijn poep. Ja! Kom. Zeg, Xavier, we zullen toch niet beter teruggaan, want... Kom, laat mij van mij. Ik ken de weg hier, bij de DDT. Zeg, pas op voor de DDT, hè. Ja, kom. Hé! Het is hier zo donker. Dat is inbraak, hè. Wat, hè? Dat is inbraak. Ja, wat de DDT doet, is oneerlijke reclame, joh. Kom. Ja. Een auto van een bal. Pas op het nippertje. Waarom zet je dat nu af? Het was juist een goeie thriller. Het was spannend. Ah ja? Ja. Daarom word je met je ogen dicht aan het kijken, zeker? Het was weer een hele boeiende, gezellige avond. Och ja. Zeg, zijn die nachtraven al naar huis? Ja, natuurlijk. Als ze de weg kunnen vinden. Oh. En die moeten morgen voetballen. Kom, Oscar, slapen. Ja, ga maar naar boven. Ik kom direct. Ik ga nog even opruimen. Koppes Pico. Allee, kampioen, alstublieft. Ja, ja. Tja. Waterslagers Xavier. Allee, kampioen, alstublieft. Ah, zo. Easy. Come on. Slaap wel, Pico. Ja. Wat is het? Hé, je moet toch geen nachtzoentje hebben, zeker? Nee. Maar ik had nooit gedacht dat ik nog eens mee zou slapen. Oh, God. Is ik kom.
Wat doe je nu? Hey. Dat is een foto van Doortje. Toen ik in het leger zat, hè, gaf ik er elke avond een kusje op. Dan had ik een hekel aan dat leger. Een hekel. En Nikke danst. Oh, oh. Yes. Kijk. Wacht eens. Geef eens even. Ja. Ze staat er wel schoon op, hè. Ze had toen nog lange haren. Ja. Sproetjes. Hier zie. Ons Carmen op ons huwelijksreis. Benidorm? Blankenbergen. Je ziet ook de pier daar van achter. Dat is toch geen rots? Ah, oh, ja, maar nu zie ik het, hè. Nu zie ik het. Ah. Een schone tijd, hè. Enfin. Slap wel, hè. Ja, slap wel. Hola. Slap wel. Ja, slap wel. Slap wel. Ja. Hey, kom. Waar zit hem? Xavier? Carmen, Pascal slaapt al. De telefoon afleggen, nee, tuut. Maar bij mij pakken die drukken niet, hè? Ja, maar hij is er niet, ik zweer het. Nee? Nee. Godverdomme. Ah, dat zal hem zijn. Moment. Waar is hij? Pico? Waar is hij? Waar is Pico? Ik weet het niet, hij is weggegaan met Xavier. Wat lief, tezamen? Oh, ja. Godverdomme. Waar zit hij toch? En hij weet nogthans dat ik niet graag alleen thuis ben, s'nachts. Misschien komt hem wel helemaal niet meer naar huis. Maar nee, allee, kom hier. Kom hier. Nee. Zeg, wat is dat hier allemaal? De smeerlap. Oscar! Nee, het is niks. Ze zoeken uw mannen, dat is alles. Oh, jij noemt dat niks. Wacht tot ik hem in mijn handen krijg. Het zal zijn beste dag niet zijn. Ja. Carmen, wacht. Is een plezante stiel, café houden. Bedankt dat je bent willen blijven, hè, Carmen. Och, het is niks, kind. Nu kan mijn Xavier maar denken dat ik er van onder ben. Als ze thuis komt, hè. Allee, school. Allee, slap wel. Slap wel, hè. Oh, je mocht het licht aanlaten, Carmen. Eén. Ze zullen verongelukt zijn, hè. Ik voel het. Doortje, je moet u zo zenuwachtig niet maken. Wacht tot ik hem in mijn handen krijg. Je hebt hem zelf buiten gesmeten. Ja, voor te lachen. Maar hij pakt dat natuurlijk serieus op. Ah. Hey. Kampioen, wie zit er op de bank? Ah ja, stel dat ze echt verongelukt zouden zijn, dan moet er toch iemand invallen. Ja. Kom, Oscar, doe wat ik zeg, hè. Bel de Rijkswacht op. Maar, of het leger. Xavier is zelf het leger. Allee, toch een stukje ervan. Wat doe jij in mijn bed, joh? Ja.
zijn zo stijf als een plank. Zeg, Xavier. Het is toch zondag, hè? Zeg, we moeten spelen, joh. We moeten voetballen. Ik hou het niet meer uit. We moeten iets doen. Ja. Allee, Bas heeft gelijk. Doe iets. Ja, ja. Oscar, doe iets. Ja, momentje. Wil je druppel gedoodje? Nee. Kom, ja. Kampioen, kom, geef die fles morgen mij. Ja, hier wordt. Dags op zonne, kom, Carmen, Carmen, alsjeblieft, daar moet niet overdrijven. Nee. Ver kunnen ze niet zijn, Doortje. Ze waren alle twee te voet. Ja, gelukkig. Dat is toch wel een geruststelling, hè, Doortje? Maar ze kunnen onder een auto of onder een trein terechtgekomen zijn. Of een vliegtuigje. Of onder een motto. Ik heb zoveel schuldgevoelens, hè, Pascal. Daar is het nu toch te laat voor. Bekijk dan nu toch eens van de goede kant. Zeg. We gaan DDT nog eens doen verschieten. Ja. Kap. Ga moet niet zeggen zie of ga moet niet zeggen la. Hè? Ieder van ons zoekt in zijn eigen wijk. Voilà. De cafés af. En binnen een uur hebben wij ze gevonden. Voilà. Oh, dat is te laat, mannen. Je moet binnen 3 kwartier spelen. Voilà. Kom. Ik ben voor het idee van de bal. Van de voorzitter. Kom, we gaan zoeken, mannen. Allee, vooruit, kom aan. Trek iets anders af. Kom aan, we gaan zoeken. Kom aan, bewegen. Vooruit. Allee, zoek. Ja. Wat zullen we ze vinden? Baja, dood of levend. Mijn Xavier! Godverdomme! Mijn voiture! Mijn veld! Mijn reclamebord! Xavier! Godverdomme! Godverdomme! Thank you.